Er komt kritiek omdat sommige scholen systematisch afstandsonderwijs willen inbouwen in hun lessenrooster, ook al is dat niet nodig voor de coronamaatregelen. De minister van Onderwijs geeft er wel toestemming voor, maar volgens de onderwijsvakbond COC zijn er nog geen duidelijke afspraken rond vastgelegd in een decreet. Het is dus niet duidelijk wat nu precies verstaan wordt onder afstandsonderwijs en waarom het ingezet zou worden, zegt Koen van Kerkhoven van COC. Wij zien twee mogelijkheden bij afstandsonderwijs. Ofwel gebeurt het rechtstreeks, het synchroon internetonderwijs. Maar dan is de vraag wat de meerwaarde ervan is om dat op afstand te doen. Omdat het contact in de klas heel belangrijk is. Het sociaal gebeuren heeft een absolute meerwaarde die we niet thuis hebben. Ofwel is het niet live, dan is het op afstand. Ja, dan is het het huiswerk zoals we dat vroeger ook al kenden. Vandaar dat wij een sterk vragende partij zijn om daarover een ernstig debat te voeren. Eventueel kan uitmonden in een noodzakelijk decretaal kader.